werk als intensive care verpleegkundige op de Torx intensive care van het UMCG. Voorheen hadden wij op de Torx intensive care een oude stroeve vloer en tilden wij patiënten met de tillift die voor alle patiënten beschikbaar was. Nou, die was eigenlijk niet verrijdbaar op de vloer. Het deed pijn aan je rug. Toen wij nog een oude tillift hadden, was de verleiding erg groot om de patiënt met 2 of 3 verpleegkundigen uit het bed te halen. Of zelfs de patiënt niet te mobiliseren. En sinds wij de nieuwe tillift hebben en we zijn beperkt in de ruimte om de bedden, is het gewoon veel makkelijker geworden. De vooruitgang met de nieuwe tilliften is fysiek voor mij lichter. Wij hadden een intensive care met weinig ruimte. Doordat het vanaf het plafond komt, hoef je niet in allerlei bochten te manoeuvreren om je patiënt fatsoenlijk te kunnen mobiliseren. Je hebt zelfs dat je je patiënt omhoog kunt tillen. Je kunt het bed verwijderen en eventueel op dat moment een stoel neer te zetten. En qua comfort van de patiënt hebben we denk ik ook winst. Want we hebben ook nu voor elke patiënt een eigen disposable tilmat. Dus qua hygiëne denk ik een vooruitgang. Zo zien we maar weer dat arbeidsomstandigheden heel erg belangrijk zijn en dat het een kwestie is van gezond verstand.